Hi, welkom of welkom terug op mijn kanaal. We gaan een make-up update filmen van mei is het alweer. En het is echt een behoorlijke volle doos geworden. Dus even een beetje ruimte maken hier. Ik ga beginnen. Ik heb geen bril, dus ik kan niet alles lezen, maar ik laat het zoveel mogelijk zien. En dan zeg ik erbij ja, nee, misschien moi. En dat is een beetje hoe ik het gradeer. Moi, dan weet ik dat is dan. Moi is iets beter als misschien. Misschien, waarschijnlijk pak ik dat dan nooit meer. Even een slokje drinken. Het is hier nog prima weer, ondanks dat er veel regen voorspeld is. Wij hebben hier bijna geen regen. Het is lekker weer, honden zijn lekker buiten aan het spelen. Af en toe zit ik even zo te kijken of alles goed gaat. Maar we gaan beginnen. Ik pak het er lukraak uit. Dus het kan zijn dat ik allerlei merken door elkaar noem. Heb je er vragen over, stel ze. Dan kijk het voor je na en dan geef ik je natuurlijk antwoord. Zoals welke kleur of dat soort dingen. Want ik heb geen bril bij de hand. Dus ik kan het ook niet lezen. We gaan beginnen. De Essence Apricot Highlighter. Ja. Definitely ja. En ook de Essence Got a Crush on Apricot Blush. Ja. Definitely ja. De W7 Snow Iets. Nou, dit is een poreless primer. Wat staat er? Flawless. Dit is een hydraterende pore filling primer. Ja. Niet zo ja als de Essence spullen, maar zeker het proberen waard. Dan hebben we de W7 Pink Blur Powder. Ook een fijn product. De L'Oreal True Match Serum Concealer. Moi. Ik ga hem gebruiken. Ik maak hem op. Maar het is een beetje finicky. Hij is een beetje temperamentvol. Het is een beetje met sommige foundations wel en met sommige foundations niet. Dat dus. Dan heb ik een aantal W7 nagellakjes. Mwah. Ik heb een MUA Neutral Wanderlust oogschaduwpalet. Ja. Dit was een ja. De W7 Vitamin C Fixer. Moi. Ik heb er niet heel veel van gemerkt. De W7 Lumina in een van de lichtste kleuren. Of dit is de lichtste kleur. Ja. Moi. Het is ook moi. De NYX Buttermelt Bronzer in de lichtste kleur. Dit is Buttercup, denk ik. Ja, Buttercup. Ja. De Maybelline Sun Kisser Blush. Ja, vond ik ook leuk. De NYX Duck Plump. Moi. De MUA. Ja, wat is dit? Oh, zo. Nourishing Lip Gloss. Moi. Ik vond hem niet zo lekker ruiken. En hetzelfde geldt voor de lipstick. De Maybelline Lifter Plump. Nee. Ik zeg ja, mooie kleur. Ik zeg ja, als je goed tegen spicy kan.
Ik zeg nee voor mezelf, want echt binnen 30 seconden fikt dit van mijn lippen af. Ik kan het maximaal 30 seconden ophouden, dan moet ik het afhalen en dan een andere rode omheen doen. En dan hou je een beetje dat plampgevoel wel, maar ja, het is niet mijn ding. Ik ben sowieso een beetje pushy met pittige dingen trouwens. De Invaluable Freshwear. Ik vond hem niet helemaal geweldig. Wat ik wel heel geweldig vond, was de lijn van Bourjois. De Healthy Mix Serum producten. Deze allemaal. En dan heb ik ook nog de poeder. Dit is allemaal een ja. De kleuren zijn een beetje apartig van Bourjois. Maar ja, ja, ik vond het wel een ja, zeg maar. Dan heb ik van W7 de Cheeky Dip Contour en een Cheeky Dip Blush. Ja. Vind ik ze net zo goed als die van de Chiclan? Nee. Maar het is principes hetzelfde met zo'n sponsje in het dekseltje. In de dop bedoel ik. En het is echt helemaal prima te doen. De Max Factor 2000 Lip Calorie Gloss. Ja. Zeker. De W7 Press and Conceal Hair Powder. Voor je haar, ja, misschien. Want zoals je ziet, ben ik hier wat. Heb ik wat dunner haar hier? Dat zouden we kunnen proberen. Nou, en dan ook niet. Nou, nee, voor je wenkbrauwen ook. Nee, gewoon nee, nee. Nee, ik vind het echt nee. De W7 Rebel Blush. Ja, nou, moi. Hij valt bij mij in de moi. Want heel erg gepigmenteerd. Een sponsje van Essence Moi. Wat is dit? Dit is een lipmasker van W7. En die vond ik wel heel fijn. Is een fijn product. De Essence Apricot lipolie. Ja, prima. De W7 dupe van Glow Recipe. Ja, vond ik op zich best een grappig product. Ja hoor. De cleansing balm ook prima. Wat is dit? De W7. Ja, moi. Misschien. En dan heb ik nog van Revolution de pauwtint. Ja, die is leuk. Ja, absoluut. Was dat alles? Ja, want ik heb er nog wel wat dingen in zitten die ik niet gebruikt heb. Maar dat vind ik dan niet eerlijk om die te gaan beoordelen. Zoals de face mask. Die heb ik gewoon nog niet gebruikt. Maar die hoorde bij het hele W7 gebeuren. Dus die heb ik dan niet. Over het algemeen is de nee echt alleen maar de lifterplamp en de W7 Press and Conceal Hair Powder. Dat zijn het gewoon niet voor mij. En de rest is allemaal misschien moi, ja. Dus over het algemeen kan ik zeggen, het was een goede maand qua dingen proberen. Ja. Ken jij deze producten? Heb je ze? Heb je ze geprobeerd? Ga je ze proberen? Laat me weten in de reacties. Vind ik hartstikke leuk om te lezen. En dan wil ik je graag bedanken voor het kijken. Tot de volgende keer. Doei!